Welkom allemaal hier in de studio. Naast mij, of iets verderop, zitten Ellen en Jetty Roest. En die willen dus van alles vandaag vertellen aan ons. Ik wou graag eerst even dat jullie je voorstellen. Ellen, ja. Hoe ken je mij? En nou, vertel alles zelf. Ik werk bij Zeewenden, zorgverlening in Baken, in het verpleeghuis. Op de afdeling bij Dementerende ben ik activiteitenbegeleidster. En Anja, jij bent mijn collega. Ja, jij bent s'avonds gastvrouw. Ja, ja, klopt inderdaad. En zo heb ik natuurlijk ook alles meegemaakt vanaf het begin dat jij vertelde het verhaal van Jetty. Ja, ik ben Jetty Roest. Ik heb sinds 24 oktober 2012 heb ik een ongeval gehad. Ik ben van een paard gevallen en daarbij mijn nek gebroken. En van een borsthoogte ongeveer verlamd. En nu zit ik al 2 jaar in een rolstoel. Ja. Dat was een heftig gebeuren, hè? Ja. Ja, ja, Ellen, ik begin even bij jou. Jij kreeg te horen van je dochter dat er een ongeluk gebeurd was. Was je op je werk? Ik was op het werk. Ik had net koffie gedronken. Ik was aan het werk op het kantoor. En toen werd er gezegd, er is een telefoontje, je dochter is gevallen. Ik denk, oh nee hè, ze zou paardrijden. Ik denk, zal toch niet. Ja, ze is op de schouders gevallen. Ik denk, oh, die heeft het ongeluk, die heeft vast een sleutelbeen of een schouderblad gebroken. Ik denk, nou, ik hoor het wel. Dus toen kreeg ik aan de telefoon een mevrouw van waar ze aan het rijden was, of ik naar de manege wilde komen. Want ze was dusdanig gevallen dat er een ambulance onderweg was. En of ik wel de richting op wilde van het ziekenhuis. Dus ja, alles laten vallen. Leidinggevende gewaarschuwd. In de auto, daar werd ik dus weer gebeld onderweg. Dat ze, het was nog niet zeker of ze naar het ziekenhuis in Ede zou gaan. Dat was nog niet bekend. Ze konden het letsel exact ook nog niet bepalen. Toen werd ik dus na een kwartier dat ik onderweg in de auto vanaf Nunspeet naar Ede was, werd ik dus gebeld dat ze naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen werd gebracht. Dus toen ben ik echt alle records gaan breken. Ik voelde me net een coureur, want ik denk, de Radboud, dat is voor mij een teken van, dat is niet goed. Nee. Dan is er echt iets goed mis. Ja. Ja. Klopt. Nou Jetty, vertel je verhaal. Je zit op een paard. Ja, ik zat op dat paard en uit het niets begon die nog erger als een rodeopaard te doen. En ik dacht echt van shit, ik hou het gewoon niet meer. En voordat ik dat dacht, lag ik op de grond. En ik had gigantisch pijn in mijn schouders. En ja, mijn benen die deed het niet. Die kon ik niet bewegen. Ik dacht, nou, die zullen wel in shock zijn of zo. Of ja, je weet het ook niet. En toen hadden ze de ambulance gebeld en toen kwamen er 2 ambulancebroeders en die gingen mijn kleren kapot knippen. Ik werd op een brancard gelegd, mijn nek helemaal stabiel en toen ben ik vervoerd. En ik heb nog wel meegekregen dat de sirenes aangingen. En toen kwam ik in het Radboud in Nijmegen en toen ben ik door een MRI-scan gegaan. En toen ben ik ook weer bewusteloos geraakt. En toen kwam ik eruit en toen zei ze dat ik 2 nekwervels had gebroken. En dat ik geopereerd moest worden. Nou ja, ik ben best wel nuchter, dus ik zei tegen die chirurg, verdoof me alsjeblieft goed, want ja, ik kan niet zo goed tegen ziekenhuis en dat soort dingen. En toen had ik mijn moeder nog gezien en toen, toen werd ik verdoofd en toen, dat was tot het ongeluk, zeg maar. Ja. En toen leek het net of ik in een hele rare droom was, dat ik rechts een raam zag en links een deur en ik zag allemaal mensen met witte pakjes binnenlopen. Ik dacht, nou, wat is dit nou weer? Ja, ik kon niet wakker worden. En het ongeluk was op woensdagochtend gebeurd. En op vrijdag hadden ze me rond de middag volgens mij wakker gemaakt. En ja, je weet gewoon niet wat je overkomt. Je handen zitten vast. Want ja, met mijn handen kon ik wel dingen bewegen, hebben ze me verteld. Want toen ik in coma lag, hadden ze me wel een beetje bij laten komen. Om toch te kijken wat mijn reflexen deden. En toen deed ik
vroegen ze mijn rechterhand omhoog en toen deed ik links. Dus ja, toen zei ze, nou, dat is typisch Jetty. En ja, toen ben je, ja, toen, dan kom je erbij en je weet gewoon niet wat je overkomt. Je handen zitten vast. Allemaal mensen bij je bed, je benen doen het niet. En ja, dat is echt heel, heel raar allemaal. Ja, vergaat de wereld dan op dat moment voor je? Ja, op dat moment besefte ik het nog niet eens. Ja, ze zei, je hebt een dwarslesie. Nou ja, het dringt niet allemaal door. Je bent echt om de 5 minuten, ben je 5 minuten wakker en dan kan je weer een uur slapen. Dus ja, dat kost. En was dat dan dat ze je in slaap hielden? Ja. Kunstmatige slaap hielden? Ja. Heftig. Ja. En dan lig je daar in bed en dan? Ja, ik kon niks eigenlijk. Nee. Ja, toen op een gegeven moment, toen, ja, ik lag toen aan de beademing, aan de zondevoeding, aan alle toeters en bellen. Ik weet het allemaal niet meer zo gek, kun je bedenken. Besefte je dat ook, dat dat allemaal bij je was? Ja, dat wel. Ja, dat begon steeds meer, want ja, toen hebben we geprobeerd om alles af te bouwen, van de beademing af, van de zondevoeding af, van de meeste toeters en bellen af. En maandag had ik het voor mekaar, dus ik heb er zeg maar een weekend over gedaan om alles weer stabiel te krijgen. Aardig, ja. Ja. Ja, ik kon alleen geen telefoon vasthouden, geen blaadje. Dus, ik lag een beetje in mijn bed een beetje rond te kijken. Dus, En dat je niet vast kon houden, want nu kan je dus wel wat vasthouden. Ja. Is dat door de medicijnen of dat toen de functies nog niet goed waren in je armen? Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Oké, maar dat kwam langzaamaan weer terug. Ja, dat wel. En je herkende wel de mensen? Als de mensen op bezoek kwamen en zo, dan herkende je wel? Ja, dat wel. Ik had wel een zware hersenschudding en hersenkneuzing. Dus dat betekent dat op dit moment mijn geheugen niet geheel optimaal is, dat ik snel dingen vergeet. En ja, mijn concentratie is ook niet ontzettend goed. Nee. En ik ga nou even naar jou toe. Jij zat dus vanaf het werk in je auto. Je reisde naar Nijmegen toe. Daar kwam je aan. En wat trof je aan? Nou, ik werd eerst opgevangen door een broeder. En die zei, mevrouw, komt u maar mee. Neemt u even een kopje koffie. Nou, ik zeg, nee, ik ga naar mijn dochter. Je kan me niet tegenhouden. Ik ga daar naartoe. Ik moet er zien. Ik moet weten wat er is. Ja, mevrouw, maar u moet eerst even een kopje koffie. U moet eerst even tot uzelf komen. En we nemen u mee. Nou, dus ik werd een wachtkamer ingeleid. Kreeg een kop koffie in mijn handen. En er werd dus even verteld dat ik moest gaan zitten. Ik zat. Ja, mevrouw, uw dochter heeft uw nek gebroken. 2 wervels. Ze wordt eraan geopereerd. We gaan er zo klaarmaken. De wervels gaan we vastzetten. Maar er is nog een horror scenario. Ze zal nooit meer kunnen lopen. En ze heeft waarschijnlijk een hoge dwarslesie. En dat houdt dus in vanaf halshoogte. Reken er maar op dat ze niets meer kan. En daar moet je dan mee doen. Nou, dan is het of de grond onder je wegvalt. Want ik krijg nou nog een kippenvel als ik erover praat. Want dat moment vergeet je echt nooit meer. Nee. Dat komt zo gigantisch binnen. Ja. Dat is echt vreselijk. Ja. En ik zei, nou, ik wilde gewoon zien. En hij zei, kom maar mee, want ze is nu zover klaar dat ze naar de operatiekamer mag. Dan kan je er nog even zien, even gedag zeggen. Dan wordt ze wat rustiger en dan kan ze met ons mee. Dus ja, wat er dan door je heen gaat, dat gun ik niemand. Nee. Dat is echt onbeschrijfelijk. Ja. En je was toen alleen? Ik was alleen, ja. Ja. Mijn man was nog niet gewaarschuwd, Wim. Dus ja, daar heb je geen tijd voor. Je bent zo gefixeerd van eerst te zien. Ja. Zelf weten, wat is er gebeurd, hoe ziet ze eruit, hoe ligt ze erbij. Ja. Nou, ze was gelukkig blij dat ik bij haar was. Dus we hebben elkaar nog even een dikke knuffel gegeven. En ik zeg, kom op meid, ik zeg, wat er ook is. We zijn er voor je, we houden van je en ga met die banaan. Ja. Laat je niet kennen, we zijn er met elkaar en dit overleven we ook wel weer. Dus toen is ze naar de operatiekamer gegaan. Ik ben naar boven gebracht, naar de afdeling op 2 hoog. En dan kom je dan op de intensive care te zitten in de wachtruimte. Daar hebben ze allemaal keurige wachtkamers, familiekamers. Nou, dan krijg je koffie en dan begint het lange wachten. Want ze schatten dat ze er ongeveer 3 tot 4 uur mee bezig zouden zijn met de operatie. Zo. Dus toen had ik pas tijd om mijn man te bellen. Nou, ja, die wist ook niet hoe hard hij vanuit Leiden naar Nijmegen kwam. Dat er toen geen ongelukken zijn gebeurd.
ongelooflijk. Ik heb de vriend die ze toen had, heb ik gebeld op zijn werk. Ja, iedereen was in rep en roer. Ja. En dan begint pas het lange wachten. En dan gaat er van alles door je heen. Dan denk je, jeetje, nooit meer lopen, nooit meer lopen. En dan denk je, zo'n actieve meid die het was. En denk je, jeetje, je staat nog maar aan het begin van je leven. Dan denk je, waarom? Ja. Als het eerst maar goed komt, maar waarom? Ja. Dan zou je het zo graag over willen nemen als moeder zijnde. Maar ik denk dat elke moeder dat gevoel wel heeft. Ja. 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 En het is niet over te nemen. Je kan er alleen naast staan. Je kan er voor er zijn. En ja. Dat is het enige wat je kan. En dat voelt zo machteloos. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja. Ja, Jitje, ik ga weer naar jou toe. Je ligt daar in het ziekenhuis en dan moet je verder met je leven. Ja, ik heb in totaal 2 weken in het ziekenhuis gelegen. Toen ben ik overgebracht naar de Hoogstraat in Utrecht. En ja, dan moet je alles opnieuw leren. Je moet weer, ik lag dan de hele tijd in bed. Dan moet je weer een beetje omhoog beginnen te komen. Maar het nadeel is je bloeddruk, als het eenmaal beneden is, krijg je het heel moeilijk weer omhoog. En dan kan je door flauw vallen en dat is allemaal niet leuk. Nee. En dan moet je alles weer opnieuw leren. In een rolstoel zitten, met je handen dingen doen. En eerst zit je dan in een elektrische rolstoel, want je hebt gewoon de kracht nog niet om jezelf vooruit te duwen. En dan krijg je fysio om alles te bewegen en om oefeningen te doen, zodat je beter wordt. En ergotherapie, dat is... zijn mensen die je helpen voor bijvoorbeeld een rolstoel of voor thuis dingen om aan te passen. Ja, dus zo ben je dan best een tijd bezig. En heb ik in totaal ook 23 weken gezeten. Zo. En zwaar? Is het pijnlijk om dat allemaal weer te leren? Of is het vooral ook zwaar omdat je niks kunt? Ja, het is heel zwaar om te leren. Af en toe dan denk je van echt, laat me in bed liggen, ik ben er niet vandaag. Maar op een gegeven moment, als je dan toch alles weer bereikt hebt, dat je zelf weer, dat je jezelf kan rollen, dat je zelf een keer ergens naartoe kan, ja, dat is wel echt heel fijn, ja. Dat stimuleert ook weer om de dingen die nog moeilijk zijn, ook weer door te gaan met oefenen, zodat je denkt, die stap wil ik ook weer halen. Ja. Elke keer een stapje vooruit. Ja. En je armen, kon je die vrij snel weer bewegen? Ja, ik heb een hele tijd zenuwpijn in mijn armen gehad. En toen heb ik daar op een gegeven moment medicijnen voor gekregen. En nu heb ik daar ook geen last meer van. En nu gaat het hartstikke goed. Nou, hartstikke mooi. En je hebt nog wel heel veel last van spasmen, hè? Ja, ja, spasmen zijn ongecontroleerde bewegingen. Ik heb daar zelf geen controle over. Maar je benen die bewegen alle kanten op. En daar slik je medicijnen voor. En, ja. En dat is vrij pijnlijk? Als je die, ja, dat ligt eraan. De ene keer wel, de andere keer niet. Soms word ik echt achterover in mijn stoel gedrukt. Ja, dat is ook niet fijn. Of je klapt voorover, dat gebeurt ook wel eens. Ja, vreemd iets, hè, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Sommige mensen die denken, ja, dat is hoop, dan kan je misschien ooit weer lopen. Maar dat gaat gewoon niet. Nee. Nee, dit zijn gewoon ongecontroleerde bewegingen van spieren. Ja. Zo. En hoe ver ben je nu in je revalidatie? Na die 23 weken in de Hoogstraat hebben gezeten, was ik revalidatiemoe. Ik had er gewoon geen zin meer in en ik wilde gewoon echt even helemaal niks meer. En nu ben ik, aan het begin van de zomer ben ik nu begonnen in de Sint Maartens Kliniek in Nijmegen. En ik heb het heel erg naar mijn zin en ik rij zelfs weer op een paard. Zo, dat heb ik gehoord, ja. Hartstikke mooi. Ja. Hoe was dat gevoel voor het eerst toen je weer bij een paard kwam? Ja, ja, mijn eigen paard. Ja, daar ben ik totaal niet bang voor paarden die ik ken. Maar voor grote paarden die ik niet ken, dan blijf ik toch echt uit de buurt. Dan denk ik van, die staan me daar goed. Ja, maar je had niet de angst. Ik bedoel, het was gelijk weer eigen voor jou toen je je eigen paard weer zag. Herkende die jou ook weer meteen? Ja, ze herkende me wel, maar ze vond mijn rolstoel wel heel erg eng. Ja. Ja. Ja, ze zeggen altijd, een paard is een gevoelsdier, hè? Die voelt precies aan hoe jij je voelt. Herkende je dat? Ja, ja, ik wist niet hoe mijn paard zou reageren. Nee. Maar mijn paard voelt het eng. En dat paard van mijn moeder, die zette er gelijk de tanden in, dus ja. Dit hoort niet bij jou, zoiets. Ja. Hè? Ja. Die rolstoel hoort niet bij Jetty. Nee. Dus dan wilden ze kijken wat er was. En moest ik af en toe wel
opletten dat ik niet alle kanten op ging. Dat ze me alle kanten opduwden. Dus, zo. Ja. En nu zijn ze eraan gewend? Ja, nu zijn ze eraan gewend en ze vinden het allemaal goed. En ik kan er omheen en ik kan ermee poetsen. En ik kan ze vasthouden en dat maakt ze allemaal niet uit. En je hebt er weer op gezeten. Hoe voelde dat? Ja, in principe ben ik niet bang echt om paard te rijden. Want het, ja, ik zit niet op hele grote gelukken. Ja, ja, ik ben eigenlijk het meeste bang om te vallen. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Als het paard rijden, dat, daar ben ik helemaal niet bang voor. Nee. Maar goed, je zit dan in een speciaal zadel? In principe zit ik los op een soort deken met een band eromheen met twee handvaten. Dat ik me kan vasthouden. En dan, ja. En dat is genoeg? Ja, in principe wel. En ik heb zelfs weer op een gewoon zadel gezeten, wel met een riempje dat ik me kan vasthouden, maar dat was wel heel zwaar hoor. Dat kan ik me voorstellen, want dan moet je natuurlijk wel je bovenlichaam helemaal in balans houden. Ja, en ik had een gladde broek aan, dus ik gleed een beetje alle kanten op. Maar, ja, en je hebt natuurlijk ook geen steun aan je benen die je normaal tegen de zijkant van een paard neerzet of legt, zeg maar, als je paard rijdt. Dat heb je nu natuurlijk ook niet. Nee, ja. Mijn onderlijf zit er een beetje als een zoutzak bij. Maar toch wel genoeg steun om erop te zitten. Ja, dat wel. Ja. Nou, hartstikke mooi. En wat is de volgende stap voor jou waarvan je denkt, dit wil ik nog bereiken, als het kan? Ja, ik wil meer zelfstandig zijn. En ja, ik wil gewoon leuke dingen doen waar ik energie van krijg. En ja, dit vind ik ook een heel leuk iets om te mogen doen, zodat ik misschien andere mensen kan motiveren. Ja. En dat het gewoon een dwarslesie hebben niet het einde van de wereld is. Als je een beetje op je moeder lijkt, dan weet ik dat ook jij positief bent. Klopt. Ellen, en voor jou? Ja, dan gaat ze revalideren. Hè? En dan langzamerhand zie je toch weer dingen terugkomen. Dat je denkt, wauw, ze kan de armen gebruiken. En dat was voor ons echt een mijlpaal. Dat je echt de kracht in je handen terugkrijgt. Dat je zelfstandig kan eten, dat je zelfstandig kan drinken. Als je handen kan bewegen, kan je je misschien aankleden, je kan dingen pakken, je kan je voortbewegen. Dus dat was voor ons echt, nou, triomf. Ja. Dat was super. Ja. Heel erg fijn. Ja, en dan de lange weg van revalideren met vallen en opstaan. Al zelfs aankleden, ook al word je erbij geholpen, je zoveel kracht kost, dat je een halve dag nodig hebt om bij te komen. Ja, dan denk je, mijn hemel, waar moet dat heen? Ja. Maar ze had het geluk dat ze vrij snel een aangepast huis kon krijgen in de buurt van ons. Want ja, ons eigen huis was helemaal niet geschikt. Nee. Dus dat zou niet kunnen. Nou, de vrienden- en kennissenkring had ze in Haskamp, dus dat in Otterlo. Dus ja, dat was super fijn dat ze daar terecht kon. Maar ja, toen was ze zo revalidatiemoe en geen motivatie meer om verder te gaan. Dus ja, in 14 dagen tijd hebben we met een bloedgang, met alle hulp die we konden krijgen, het huis omgetoverd. Dat ze in ieder geval kon slapen, kon eten. En ja, dan gaan de instanties spelen. Je moet buurtzorg hebben, huishoudelijke hulp. Er komt zoveel bij kijken. Want je kan er wel naar huis halen, maar ja, ze kan nog niet voor zichzelf zorgen. Nee, nee. Heel veel regelen. Heel veel regelen, ja. 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 En daar ben je als ouder natuurlijk wel mee belast. Ja, dat komt allemaal op je schouders neer. Ik ben blij dat mijn man een kantoorbaan in die tijd had, dat hij redelijk kon bellen tussendoor. Want je bent echt, ze zeggen wel eens, aan de goden overgeleverd met instanties. Maar dat hebben we nu echt ervaren. Ik kan me voorstellen dat er soms agressie naar hulpverleners is. Ja, maar daar kom je pas achter als je er zelf mee te maken hebt. Hè? Ja, dat er zoveel op je afkomt en maar weer bellen. Ja, mevrouw, u wordt teruggebeld. Nou, je wordt dus niet teruggebeld, dus je kan weer 3-4 keer bellen. Ja, 10 minuten in de wacht. Ja, dat zijn echt de bekende dingen. Ja. En ja, er komt gewoon heel veel op je af. Ja. Ja. En dan de verwerking, want als ouders zijnde en familie zijnde. Ik bedoel, voor jou is het heel erg, want jij moet het allemaal meemaken. Maar de mensen die naast je staan, ja, hun wereld verandert ook totaal. Ja, absoluut. Ja, die zei in het begin wel eens, ja, maar ik ben zielig, want ik kan niet meer lopen. Ik zeg, zielig. Ik zeg, wij zijn net zo goed zielig. Ja, maar ik heb levenslang, want ik kan niet. Ik zeg, Jertie, wij hebben net zo goed levenslang. Ik zeg, we zijn met elkaar veroordeeld om dit te doen. Ik zeg, en we gaan van twee dingen uit bij ons. Of je gaat bij de pakken neerzitten. Ik zeg, er schiet niemand wat mee op. Enige wat je kan doen, ieder huisje krijgt zijn kruisje. Pak je rugzak op, laat hem vol en maak er het beste van.
En zo staan we er met z'n allen in. Nou, super. Hartstikke mooi. Ja, zo ken ik je ook. Jetty ken ik nog niet zo, maar ik denk ongeveer jou kennende, dan ga je ervoor. Je hebt natuurlijk heel veel dingen waar je tegenaan loopt, omdat je nu in één keer van een lopend iemand zittend in een rolstoel je leven verder moet vooruit gaan. Waar loop je zoal tegenaan? Ja, sommige winkels, daar kun je niet goed door. En als je überhaupt ergens naartoe wil, dan moet je er echt rekening mee houden van ja, wat moet je allemaal meenemen. Je moet, ja, zoveel dingen moet je rekening mee houden, want als je een kleine auto hebt, moet je de hele rolstoel uit elkaar halen. En als ik 's ochtends bijvoorbeeld een afspraak heb, bijvoorbeeld om, laten we zeggen, 9 uur. En we moeten een uur rijden. Stel voor, dan moeten we hem dan om 8 uur weg. En dan moet ik echt uiterlijk om 5 uur mijn bed uit. In ieder geval wakker worden en dan het hele ochtendritueel doen. En ik moet 's ochtends ook even een uurtje wakker worden, want anders dan voel ik me de rest van de dag niet goed. Nee. Dus dan moet je echt heel veel rekening mee houden met de tijd die je nodig hebt voordat je met een afspraak de tijd van de afspraak bepaalt. Dus niet te vroeg 's morgens en niet te laat 's avonds. Want dat ritueel wat je 's morgens hebt, zul je misschien 's avonds ook hebben als je naar bed gaat. Ja, 's avonds is het wel een stuk korter. Met een half uur hoog uit lig ik helemaal klaar in bed. Oké. En als je in bed ligt, kun je ook niet meer omdraaien? Nou, als ik wil wel, maar ja, door die spasmes op dit moment gaat het heel lastig. Ja. Dus dan lig je in één houding en zo blijf je dan ook liggen. Ja. Of je moet iemand vragen, zeg maar, wil je me even omdraaien, want ik wil op mijn zij. Ja, dat klopt. Ja. Nadat je het eerst had gehoord van die chirurg, wat je dacht, nou, dat mag niks meer, dat kan niks meer. Nee. Valt het nu achteraf nog weer een klein beetje mee, wat ze allemaal alweer kan? Ze heeft nu een deel van leven en ze krijgt een stuk zelfstandigheid terug. Ja. En ze heeft, zo goed en zo gaat het. Kwaad als het gaat, heeft ze nu haar eigen leven weer terug. Ja. En dan denk ik, ja, dat hadden we dus niet gedacht. De eerste optie van, ze zal nooit meer wat kunnen. Ja. Dan denk je, ja, dat komt binnen. Ja, dat komt zeker binnen. En dan denk ik, kijk nu eens waar je staat in die 2 jaar. Want ze hadden dus gezegd van, nou, het is minimaal 4 tot 6 jaar voordat alles een keer gestabiliseerd is. Voordat je bent waar je zijn zult. Ja. Ja, als je dan ziet dat ze nou in 2 jaar dit al bereikt heeft, dan denk ik, nou joh, kom op, we gaan super. Ja, super. Nou, heel erg fijn dat jullie dit allemaal wilden vertellen, want het is best wel heel persoonlijk wat je allemaal verteld hebt. Maar ik hoop ook inderdaad daarmee dat andere mensen die zoiets overkomt, hier ook steun aan kunnen hebben. En ik hoop ook dat het jullie heeft geholpen om hier dit weer te vertellen. Want het is altijd weer een stukje verwerking, wat je nog steeds weer opnieuw vaak beleeft met alles wat er gebeurt. Ik vind het heel erg fijn dat je hier was. En ik wens je een goede reis terug. En ik graag tot volgende week dinsdag. Dit is Anja. Gerrit, bedankt.